fysio en een McKenzie-therapie, een CV-therapie. Allemaal afgeleid van yoga. Ja, ja, ja. Yoga is al 200 jaar voor Christus bedacht. En daaruit zijn heel veel verschillende therapieën ontstaan. Hebben jullie mijn mail gezien? Mijn nieuwsbrief? Dan staat dan voor een momentje open. Dan zie je lekker niks. Adem je rustig uit. Dan laat je alles wat je hiervoor gedaan hebt, laat je helemaal los. Het is geweest. Ademhaling maak je iets langer. Dus strek je heel je wervelkolom. Van je zitbotten tot je kruintje. Misschien beweeg je hoofd even. Misschien draai je wat. Of pak je ook echt even je vingers erbij om wat te masseren aan de zijkanten van je nek. Je grote spieren. Kan wat stijfheid zijn, wat gespannen. Dus probeer even wat uit te stretchen. Daarna terug naar deze ruimte en dan open je ogen. En dan vouwen we de benen weer terug. Duwen, inademen de vingertoppen naar het plafond. Forceren, die dus rechts komt over links en ga helemaal naar de zijkant. Dus onder langs je oksel. Je mag je rechterhand richting je heup plaatsen. Je mag hem ook omhoog houden. Maar doe er ook iets mee. Het is niet een los schotje. Ook die hand doet mee. Het is wel op een hele bijzondere plek, de vierde verdieping van het Van der Valk Hotel. Ja. Met op de achtergrond de Lange Jan. Nieuwland, waar jij woont. Hè? Ja, ja, ja. Zeg ik goed, toch? Je woont in Nieuwland, toch? Nieuw en Sint-Joostland. Ja, prima. Ja. Kan je jezelf even voorstellen? Ik ben Naomi. En ik ben 41 jaar. Ik ben al een poosje bezig met de yoga. Twee kindertjes, een man. En heel druk. Sinds kort ook een praktijk met behandelingen, met privélessen, meditatiesessies. En het is booming op het moment. Het gaat echt lekker. De mensen hebben heel veel noodzaak aan ontspanning. In deze tijden van stress, ja. 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 En maar nou is het zo dat de meeste activiteit die je doet, dat is toch in Nieuw-Sint-Joostland? Ja. Dus dat is dan, heb je dan een zaal thuis of zo? Nee. Ik heb een kamer omgebouwd tot praktijkruimte. Okay. Eerder had ik een iets grotere ruimte, kon ik ook duo lessen geven, meditatielessen. Nu ietsje kleiner, waar het perfect met mijn behandeltafel kan staan. Ook nog wel privélessen, maar echt privé. Ja, ik merkte toch, als je duo lessen geeft, de een komt vaak voor de ander of stoort zich aan de ander. En ja, je komt toch voor jezelf. Ja. Ja, ja. Het gaat om jou, dus daar moet je aan werken. Maar nu deze ruimte, want je zei, we spraken elkaar een tijdje geleden, toen zei je van ik werk samen met Fit Health Week in de binnenstad van Middelburg. Ja, ook. En met Van der Valk. Nou, en Van der Valk, daar ben je in september mee gestart. Ja, Fit Health Week ook. Oké. Okay. Ja, en, het was echt... Maar wat moet ik, kijk, we zitten hier nu, ik zal even heel kort zo rond, maar dit is de Van Michiel de Ruiterzaal. Dat is, het wordt ook gebruikt voor vergaderingen, denk ik, of? Ja, feesten en partijen, maar omdat dat nu dus, omdat er corona is, veel minder gereserveerd is, kan ik deze grote ruimte gebruiken. Want ja, ik wil veel ruimte. De mensen willen niet op elkaar gepropt zijn. Ik wil de mensen veiligheid en comfort wensen en geven. Ja, dit is perfect. Ja, echt. Mooie grote ruimte. Ja. Nou, de muziek staat al op. Het licht dat dim je zo nog een beetje. Ja, ja. En maar nu is het ook zo dat binnenkort opent de nieuwbouw van... Van der Valk, volgens mij begin volgend jaar. Volgens mij april was het plan. April, oké. Okay. Ja.
Maar daar komt ook een zwembad, tennisbaan en een spa bij. En heeft dat er iets mee te maken? Of, Nou, is het dan in eerste instantie niet hoor. Ik heb hun benaderd omdat ik gewoon een grote ruimte zocht. En omdat ze in Goes al een soort traject hebben. Dus ik heb gewoon de stoutschoenen aangetrokken en ik denk ik ga het doen. En ze waren heel enthousiast, wilden dat doen. En toen kwamen ze zelf van, nou, de wellness komt erbij. Met een mooie binnentuin. Dat woord zocht ik, ja, de wellness. Ja, ja. En dat zou natuurlijk heel mooi aansluiten voor hotelgasten. Maar ook voor mensen uit de omgeving hier. Ja. Ja. Maar de deelnemers die je nu hebt, dat zijn niet per se hotelgasten? Nee, nee. Eigenlijk heb ik nog geen hotelgasten gehad. Dat komt misschien wel later, omdat ze nu een beetje naar binnen gaan. Hè. Eerst was het natuurlijk mooi weer en dan ga je toch buiten van alles doen. Maar zij krijgen wel gereduceerd tarief, dus ze willen dat ook wel promoten. En ook de medewerkers hier van de Valk zelf, die mogen gereduceerd. Dus ja, wanneer zij dat natuurlijk ervaren en het is fijn, dan kunnen ze dat weer doorvertellen. Dus dat is alleen maar mooi. Nou kijk, als je natuurlijk mensen die hier de hele dag moeten werken even een uurtje van tevoren doet. Want het is ook bij yoga niet zo dat je enorm zweet. Want je hebt verschillende vormen van yoga, toch? Ja, je hebt verschillende vormen. Ik geef twee keer een ontspannende yoga. Dus op maandagochtend en dinsdagavond de ontspannende. En dat is echt heel relaxed. Ook iedereen kan het. Want ja, als je kan ademen, kan je yoga doen. Het is gewoon zo dat je niet helemaal dubbel hoeft. Of het gaat juist om je lijf te ontdekken. Om vaak waar het geblokkeerd is, wat ruimte te maken. Dus ja, soms heel confronterend, maar je leert er altijd wat van. En het is heel snel dat je resultaat krijgt. Ja. Het is echt 2-3 lessen en je voelt al verschil. De donderdagavond is een actieve les en dat is echt wel aanpoten. Dus daar wordt wel gezweten. Maar ja, door inspanning kan je daarna ook weer heel goed ontspannen. Dus dat werkt ook perfect.